Martine hier en leuk dat je weer kijkt. Ja, het coronavirus slaat flink om zich heen, zowel in Nederland als wereldwijd. En daardoor krijgt cardioloog en ook co-founder van Smart Vitaal, Dr. Professor Leonard Hofstra, heel veel vragen over wat je daar zelf nou aan kunt doen. Vandaag dus in deze video heel veel tips over hoe je aan je weerstand kunt werken. Om je weerbaarder te maken tegen corona zijn twee dingen heel erg belangrijk. Ten eerste persoonlijke hygiëne. En de Heel Holland Was Challenge van Smart Vitaal helpt jou ook bij. En dan hebben we ook nog een tweede aspect. Dat zijn namelijk de leefstijlfactoren die goed zijn voor je hart en bloedvaten. Denk dan aan sport en aan voeding. Dit zorgt er namelijk voor dat je immuunsysteem en je weerstand ook optimaal blijft. Je immuunsysteem verbeteren door middel van voeding tegen het coronavirus, daar weten we helaas nog te weinig van. Maar gelukkig kunnen we een beroep doen op alle studies die zijn gedaan om je weerstand te verbeteren tegen griep, oftewel influenza. Hier een aantal voedingstips. Inmiddels weten we uit onderzoek dat je darmbacteriën enorm belangrijk zijn voor je immuunsysteem en je weerstand. Maar ja, hoe werk je daar dan precies aan en hoe zorg je daarvoor? Nou, bijvoorbeeld door veel voedsel te eten met flavonoïden. Bijvoorbeeld blauwe bessen. Het drinken van groene thee is ook een hele goede optie. Het liefst zo vers mogelijk. En dan hebben we natuurlijk eigenlijk ook nog wel, denk ik, één van mijn favorieten. Namelijk chocola. Het liefst zo donker en zo puur mogelijk. Peulvruchten zijn ook een goede optie. Denk bijvoorbeeld aan kidneybonen, maar ook aan zwarte en witte bonen, kikkererwten of aan linzen. En daarnaast werkt broccoli ook heel erg goed. En heel veel verschillende soorten groene bladgroentes. Daarnaast altijd veel vitamine C in huis. Denk bijvoorbeeld aan sinaasappels, kiwis, appels, mango, al dat soort dingen. En ook veel zoete aardappel. Nou heb ik zelf ook nog een leuke tip. En die heb ik van mijn lieve oma gekregen vroeger. Dat is bijvoorbeeld het maken van een sapje, een eigen gemaakt sapje, met sinaasappel, gember en kurkuma. Laat het minstens zo 10 minuten goed inkoken. Het wordt ook echt een beetje geel, zoals je ziet. En als je wilt kun je dan ook nog een beetje honing toevoegen voor de smaak. En kun je het dus echt opdrinken als een heerlijke thee. Ik hoop heel erg dat je wat hebt gehad aan deze tips. En voor nu wens ik je een hele fijne en smart en vitale dag. Heel graag, tot de volgende keer.